Lovende woorden en complimenten, dat was de rode draad bij de viering van 10 jaar Stichting Fonzel afgelopen zaterdag in de conferentiezaal van het SPI. De adviseur van de stichting, Ilse Vreugd, en de manager van het PADF, Bianca Overeem, zwaaiden de voorzitter en het team van Stichting Fonzel veel lof toe voor hun doorzetting en gedrevenheid. Een van de successen van de stichting werd verwoord door Consuela Palan, een pupil van de stichting. In 2015 heb ik me ingeschreven bij Stichting Fonzel. En ik heb daar gratis een training gevolgd. En wel de training is schoonheidsspecialisten. En ik ben nu en ik heb mijn training met succes afgerond. En nu werk ik bij Body & Health. Ik ben als... Zal ik maar zeggen, de dame is er niet en ik moet het nu draaien. Dus ik ben er alleen. Ik liep stage, ik zat toen op het IOL, maar ik liep stage op de Malinvrijver School. En daar zag ik dat kinderen, derde klas en vierde klas, heel slecht werken voor rekenen. En ik wist al dat studenten moeten met rekenvakken. Maar dat je blad voor blaadje inlevert, na al die dagen les te hebben voor zorg, dan doet het me wel wat. En al gauw ontdekte ik dat ik iets met kinderen moest doen. Ik heb een lokaal op het IOL zeg maar, aangevraagd en ik gaf daar lessen. Later op het balkon en nu is het een huiswerkinstituut. De voorzitter van Stichting Fonzel, Leandra Zeldenrus, hoorde u. En daarvoor Consuela Palan, pupil van de stichting. Zeldenrus gaf verder aan dat de afgelopen 10 jaren niet over een pad van rozen zijn gegaan. Ze zegt dat ze echter nooit lang stilstaat bij negatieve zaken. Daarom lijkt het alsof ze altijd heel gelukkig is. De stichting heeft ook ups en downs gekend, maar die ziet ze als leermomenten. Het is voor mij een mijlpaal om een eigen ruimte te hebben, een eigen kantoor te hebben. Je kan beter werken, je kan mensen ontvangen. Je kan jongeren ontvangen, omdat jongeren soms ook behoefte hebben. En u weet, dingen werken door. Het is stressend wanneer je al die ruimte hebt. En dan komen jongeren op je met hun problemen of zo met je praten. En jij is stress met een deadline van een donor. Dan denk ik bij jezelf van, oké. En je bent niet altijd stressbestendig. Ik zeg je het eerlijk toe. Maar dat is de behoefte ervan leren dat je een beetje ruimte hebben, ook al ben jij bezig, dan kan je personeel zo ontvangen, dat kan iemand anders zo ontvangen. Want misschien willen ze met iemand praten thuis en het lukt niet, en dan komen ze bij jou en dan ben je met een stressig gezicht, is niet fijn. Dus ik heb ervoor gezorgd en het is gelukt. We waren in een kantoor aan de Wagenwegstraat, later de Benjaminstraat en nu zijn we aan de Kamperfoeliestraat. De Fonzel-voorzitter is trots op haar team dat ownership toont en stabiel is. Zeldenrust zegt dat ondanks alle ups en downs de stichting voort zal gaan met haar werk. Stichting Fonzel houdt zich bezig met educatieve projecten en trainingen voor jongeren. De doelgroep is jongeren uit kansarme buurten, studentenopvangcentra, internaten en de districten.